En wie weet ook die Bart in het raam. Nou ja, daar roep ik ook niet over uit te wijden. Die wordt eigenlijk zover ik weet ander jaar pas gemaakt. Dus ja, 1923. Ja, en zoals jullie zien is het alweer reeds avond en moet je die lucht zien hoe mooi die is, hè? Geweldig! Zo, lieve vrienden, een hele, hele goede middag en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenbol. Het is vandaag maandag. Vandaag zou Claudia gekomen zijn, maar ze keek naar haar rooster en die was weer dat ze morgen komt. Nou, lekker dan. Maar ja, donderdag moet ze naar het kantoor. Voor deze provincie is dat in Schagen, het hoofdkantoor. Maar het echte hoofdkantoor, dat zit ergens in Zeeland. Weet ik veel waar. Maar dan hebben ze het zij in gesprek met haar baas voor hier. Baas is het niet. Ja, die dus alles moet regelen voor de werknemers. Aan deze kant wanneer en waar ze moeten werken. Maar ook die doet het dus niet goed. Maar ze heeft dan ook tevens een gesprek met iemand anders die op het hoofdkantoor zit. Dat gaat via, live, weet ik veel hoe dat allemaal heten mag. Videogesprek. Dan gaat ze ook een aantal punten op tafel gooien van dit kan niet, dat kan niet, zus kan niet en ja, het moet beter geregeld worden, .nl, ja. Want ja, ik zit nou al meer dan een week zonder hulp. Nou, ken je dat? Nou nee, dat behoort niet. Ik hoor 2 keer in de week hulp te krijgen. Het is niet Claudia's schuld, nee, Luc had ervoor moeten zorgen dat er een invalster of invaller kwam. Ja, ze kunnen mij niet vertellen dat iedereen en Jan en allemaal ziek is. Dat gaat het hem niet worden. Dat kan niet. Er zal er heus wel eentje zijn die nog even wat tijd over heeft. En al is maar even 1 keer in de week dat het toch weer even gedaan is. Weet je? Maar nee, nog niendo. Maar in ieder geval, het is ook weer droog. Ik ben net boven bezig geweest met de was. Ik ga nou met de meiden weer even lopen, want het is weer gelukkig droog. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet ook zeker weer met wat wij doen. Ja, ik laat nou niet zoveel zien, want ja, er valt niet veel te zien. Nee, ja, ik kan praten met jullie en kan die honden even laten zien. En Kandalf, maar die heeft de bokkenpruik op. En nou, buiten is het hopeloos triest weer, grijs en grauw, dus ja, er valt ook niet zoveel aan te zien, nee. Nou ja, en ik had die stickertjes dan op het raam geplakt, nou, dat had ik jullie ook laten zien, hè? Dus ja. En jullie weten ook, die Bart in het raam, nou ja, daar roep ik ook niet over uit te wijden. Die wordt ergens, zover ik weet, ander jaar pas gemaakt, dus ja, 1923. Die man die heeft meer dan een half jaar achterstand, geloof ik. Nou ja, niet waar. Het is nu oktober. Hij had ramen staan die nog plaatsen moet vanaf juni. Dus juni. 1 juni had hij het over. Dus die hele maand moet ik nog meetellen. Dus juni, juli, augustus, september. Oktober. Nou, bijna dus een half jaar. Nou, niet leuk meer. Ook niet voor de mensen, voor de klanten die zitten te wachten, weet je. Ook hij kan er niks aan doen, want hij heeft geen hulp. Hij is als enigste daar aan het werk. Nou, hallo. Er zijn zoveel mensen die bij de sociale dienst lopen. Die hun hand hoeven op te houden om geld. En ze hoeven niks te doen. Zet die aan het werk voor datzelfde geld. Doen ze hun best, krijgen ze een extraatje. Krijgen ze een bonus eroverheen. Doen ze niet hun best, krijgen ze gewoon wat de sociale dienst ook uitkeert. Simpel. Ja toch? Dat zou ik zo aanpakken. En dat hoeft niet al die buitenlanders te zijn. Ik heb niks tegen die buitenlanders. Zijn ook mensen.
En ze hebben ook hun rechten, maar dan in hun eigen land, niet hier. Want het wordt maar hier naartoe gehaald. Hallo, zorg eerst voor je eigen mensen. Dan pas voor de rest. Ja, zo denk ik. Maar oké, wie ben ik? Ik ben ook maar een mens. Ja, en ook ik maak fouten, simpel zat. We maken allemaal wel fouten. Ja, ik ben weer kaartjes aan het proberen weg te klikken, zo. Dus ja, dat dus. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen. En ik heb trouwens nog steeds kortuitslag. Ja, en dat doet ook zeer. Maar in ieder geval, niet getreurd. Geniet van alles met wat jullie doen. En ook weer met ons mee. Tot later! Ja, en zoals jullie zien is het alweer reeds avond. En moet je die lucht zien hoe mooi die is, hè? Geweldig! Ja, ja, ook daar zelfs, hoor. Is echt bijzonder. Maar ja, bijzonder. We zijn het wel gewend, daar in ieder geval. Maar daar is ook nog een rozige gloed in de lucht. Ja, het is echt heel mooi. Zo boven de gracht. Ja, echt wel. Dat ik ben met de dames weer een ronde aan het lopen. Ja, ze staan nou... Daar is Elming. En daar is Rijka. Ja. Ja. Dus ja, we gaan verder lopen die kant op. En dan gaan we die kant op. Helemaal. Tot aan de verkeerslichten. En lopen we straks daar helemaal weer langs. Ja. Dus dat gaan we gewoon even doen, lieve vrienden. Er komt net een bus aan. En Rijka die komt hier. Dat is de bus. En er komt nog een autootje. Dag autootje. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. En van deze mooie beelden. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, ik kom jullie weer natuurlijk een welterust te wensen. Want die tijd is weer aangebroken, want het is al reeds 17 minuten over 2. Ik ben wel gelukkig eerder dan het de afgelopen nachten is geweest. Elving is al boven, Rijka die zit hier in de witte harnassen in te doen. Ik heb alles al afgesloten, dus wij gaan naar boven toe. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie nachtrust, dus welterusten, slaap lekker met mooie droom. En uiteraard morgen weer gezond uit je bed zien te komen. Dus ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!